Wat is je reactie op deze wedstrijd? Nou, dat we blij zijn dat we gewonnen hebben. Dat hebben nog niet zoveel teams hier gedaan. En ook met de manier van spelen van mijn ploeg. Ik vind dat we goed gespeeld hebben. Ik vind dat we prima met elkaar gespeeld hebben. Goed plan. De fastbreaks eruit proberen te houden. En voor een groot deel denk ik dat ze wel gecontroleerd. Ja, ik vond jullie ploeg goed spelen. Maakte dus strafte de fouten van Leiden goed af. Op het laatst werd het nog even een beetje spannend doordat twee ballen de tribune in verdwenen. Ik denk dat je daar ook niet zo blij mee bent. Maar goed, je wint hier gewoon. Je blijft nog steeds op de vierde plaats staan. Je loopt wel in Leiden. Zoals de eerste thuisnederlaag van Leiden. Wat denk je dat er nog in dit vat zit? Is het nog veel groei in de ploeg? Nou, ik vind dat we groei doormaken de laatste weken. We hebben twee weken geleden 3 keer in de week gespeeld met tegen Groningen. Ook daar zag ik progressie naarmate dat we de wedstrijden speelden. Olaf doet weer mee. Olaf Schaftena is lange tijd ook geblesseerd geweest. Dit was vandaag zijn eerste wedstrijd weer. We staan op 7 nederlagen. We kregen Leiden nog bij ons thuis. We kregen Den Bosch nog uit en thuis. Dus we hebben alles in eigen hand. Ja, nee. En je probeert natuurlijk Forward Lease achter je te houden. Want die hebben vanavond ook gewonnen. Ja, wij kijken vooral naar boven. Ja, dat zou ik ook doen natuurlijk. Want je wil natuurlijk niet vierde worden. Maar moet je in de play-off zeggen? Ja, wij denken niet. We denken aan wat we wel willen. En gewoon zo goed mogelijk basketbal spelen. En zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ja, ik vond je twee Amerikanen, Daalman en House, in de eerste helft erg goed spelen. Die kwamen ook heel goed vrij in die pick-and-rolls. Misschien dat Leiden daar slecht op verdedigd heeft, daar wil ik niet zo over zeggen. Maar dat heb je wel goed uitgespeeld. Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat hun gewoon een goede wedstrijd speelden. En ook dominant waren. En eigenlijk hadden ze toch wel meer schoten mogen krijgen wat mij betreft. Ja. Van Oostrom speelde in het begin van het seizoen wel heel erg sterk met veel assist. Die is een beetje met de terugkeer van Schilder misschien wat minder gaan spelen. Nou ja, Mike is geblesseerd geweest tot aan januari. En toen hebben we ervoor gekozen om Mike zijn heel veel minuten niet te geven, maar in elk geval wedstrijd klaar te krijgen. Dus na zijn minuten zijn we wat naar beneden, maar Mike speelt wat meer. En uiteindelijk gaat het om dat je een bijdrage levert, dat het team presteert. En uiteindelijk winnen we onze wedstrijden. En of iemand nou 10, 15 of 20 minuten speelt, dat doet er voor mij niet zo heel veel toe. Nee, je hebt ook spelers die dat volgens mij ook wel inzien. Dat ze graag met als team willen spelen. Ja. En volgens mij las ik dat ook ergens in een verhaal met een van de spelers. Teamconcept is belangrijk. Maar jij kiest ook altijd die Amerikanen zelf? Of is dat niet zo? Ja, dat doen we met een aantal mensen. We hebben management bij ons en Mark. We zijn met z'n drieën. En dat doen we heel zorgvuldig. Ja, ik vind dat jullie in ieder geval ieder jaar wel goede Amerikanen halen. Nou, we hebben goede spelers in mijn beleving. Ik weet niet of je Amerikaan bent of Engelsman of Nederlander, dat hoeft voor mij niet zoveel uit te maken. Voeg iets toe waardoor je ons helpt winnen. En ik denk dat prima lukt. Ja, oké. Okay. Paul, eerste thuisnederlaag van Zorg en Zekerheid Leiden in dit seizoen. Wat is jouw reactie op deze wedstrijd? Spijtige nederlaag. Slecht begonnen aan de wedstrijd. Ik denk dat we van in het begin wat achter de feiten aanlopen, vooral de eerste kwart. 12-22. Mm-hmm. Scoren zelf niet, geven te gemakkelijke scores weg. dan naar de rust toe vechten we terug. Maar ik denk dat we vandaag collectief niet zeer goed in de wedstrijd zaten, maar vooral voor mij het begin van de wedstrijd. En ik zeg niet dat er geen wil was om energie te hebben, maar we hebben dan nu 2 keer voor dat we uit de break komen en dat we eigenlijk niet hetzelfde spel brengen. En dat is geen verwijt aan geen enkel van mijn spelers, maar dat is een constatatie. En het is natuurlijk heel spijtig dat we die wedstrijd hier vandaag voor eigen publiek verliezen. Ja. Ja. Heeft het ook misschien iets te maken met het feit dat 3 spelers 2 weken weg geweest zijn? Maar, uiteraard. Dat mag geen excuus zijn. Maar het is uiteraard zo. Dat is dat je 3 spelers mist. Ik vind dat wij dat goed opgevangen hebben tijdens de break. Met die 2 oefenwedstrijden tegen Willebroek. Mm-hmm. Waar iedereen zijn job heeft gedaan. Langs de andere kant, die 3 spelers die hebben in een andere sfeer, een andere ploeg, een andere familie, hebben die geleefd. Mm-hmm. Een iets andere rol ook, denk ik, dan in deze ploeg.
Ja, en dat is toch altijd een beetje aanpikken. Ik zeg nog, het mag geen excuus zijn. Maar ja, die jongens hebben twee dagen meegetraind. En ja, misschien kan dat, maar dat mag geen excuus zijn. Nee. Maar natuurlijk, ideaal is dat niet. Zeker, je stopt met een zeer goede wedstrijd hier thuis tegen Den Bosch. Met heel veel ritme, heel veel ploegspel. Ja, en ik vond vandaag het ploegspel en het balritme iets minder. Mm-hmm. Ja, ik wil eigenlijk op twee punten even inhaken over deze wedstrijd. Ja. Ten eerste het gigantische aantal driepuntschoten wat er genomen werd. Ik zag in de eerste helft Zwolle op 13 pace staan. Ik denk de tweede helft ga je natuurlijk proberen daar wat meer pace uit te krijgen. En tot mijn verbazing werd er veel driepunters geschoten en ging men bijna niet naar de ring. Heeft Zwolle bijna geen fouten gemaakt na de rust? Nee, wij, dat is een correcte vaststelling. Wij schieten 7 op 13 vrijworpen. Ja, dat is ook niet best. Ja, maar... tweede helft dus veel te weinig. Heeft wat te maken met... Ja, het is natuurlijk zo. Wat heeft Zwolle gedaan? Ze hebben, hoe moet ik het zeggen, de ruimte goed afgenomen. Ja. En je krijgt natuurlijk drie punten. En we hebben die ook gekregen. Maar ja, we schieten 7 op 28. Ja, als je ze krijgt en je neemt ze niet, ja, dan komt er helemaal niks. Nee, ik denk misschien dat we... maar dat gebeurt altijd. Hè, twee of drie geforceerd hebben. Dat heeft Zwolle ook. Zwolle heeft duidelijk iets gegeven en iets proberen af te nemen. Ja. En ze hebben vooral in mijn ogen de ruimte verkleind. En daardoor hebben we die driepuntspogingen. Maar ja, 28 is misschien veel, maar oké, okay, van de 69 shots. We hebben nog altijd 41 tweepunters. Ja, hebben, nee. Ja, ook wat is het, een 43% afwerk. Ja, ik moest een beetje denken aan die wedstrijd die het Nederlands team speelde afgelopen week. Waarbij zowel Kroatië als Italië meer driepunters gingen schieten dan tweepunters. Maar goed, dat is tegen het Nederlands team en die geven die driepunters toch weg. Wat ik bij Zwolle wel goed vond, of althans waar misschien dan verdedigend niet goed op geacteerd werd door je ploeg. Waren die pick-and-rolls waarbij vooral Daalman echt vrije lay-ups kon lopen in traffic. Ja, daar hebben we slecht op verdedigd. Ik had wel mijn ploeg verwittigd. Kijk, Daalman, is dat een center of is dat geen center? Dat is wel een speler die zeer goed finisht. Ganse competitie aan 64%. En nu hier vandaag aan 75%. Schiet geen drie punten, schiet niet buitenuit. Maar ja, post ook niet op. Nee. Het is allemaal on the move. Dat is zo'n zeer gevaarlijke cutter. En ik had dat ook gezegd, dus het minste dat hij in die pick-and-rolls dived en hij krijgt de bal, hij gaat gewoon naar de basket. Ja. En hier hebben we niet goed op verdedigd, terecht. Ja, maar hun grote jongens, te realist zijn, scoren te veel. Hè. House scoort er 19, Daalman scoort er 23 en dan zelfs de eerste helft scoort Pachter er 9. Die heeft hem op plaats van ook, dus ja... En dan het moment dat we terugkomen, hebben we dan die twee of drie scorers van Gregory natuurlijk. Maar ja, voor mij, oké, we geven er 71. Misschien met die fouten die je plaats moet maken, zijn het er geen 70. Mm-hmm. Dus dat kun je nog allemaal een beetje langs de ene kant bekijken. Maar we hebben 64 punten thuis. En dat is uiteraard te weinig. Ja, zo ongeveer 20 te weinig, denk ik. Dus... het schema is natuurlijk lekker volgepropt. Dinsdag beker bij Den Bosch, donderdag naar Leeuwarden, de zaterdag tegen Donar. En de week erop gaan we er ook nog eens even drie spelen. Het is toch een soort NBA-schema, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe houden de spelers zich? Hoe kijken de spelers daar tegenaan en jezelf? Spelers kijken daar en ik denk dat dat normaal is in de tijd dat ik speler was ook. Hoe meer je kunt spelen, hoe liever dat je dat hebt. Mm-hmm. Het enige dat is, je traint minder, maar iedereen, denk ik, iedereen wil spelen. Hè, daarvoor doe je het. Het is ook voor de meesten hun beroep. Het enige is dat een bepaald ritme is waar dat je moet inkomen. Nu was het de ritme van zaterdag spelen, ganse week trainen. Nu is het de ritme van spelen, wedstrijd voorbereiden, spelen, wedstrijd voorbereiden, spelen. Dus, dat is natuurlijk een verschil.
Maar plus de verplaatsingen er misschien bij. Maar ja, voor de rest vind ik, ja, heb ik daar geen probleem mee. Nee, en ook zeker de spelers niet, daar ben ik van overtuigd. Er is niemand die klaagt van, we moeten te veel wedstrijden spelen. Nee, nee. Er zal misschien al ooit eens iemand klagen van, amai, wij moeten echt veel trainen en hard trainen, maar om wedstrijden te spelen zullen we niet veel horen klagen, denk ik. Nee, 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 goed. Ja, we hebben natuurlijk voor de kerst hier een keer zitten praten. En toen zeiden we ook van, ja, 11 wedstrijden voor de kerst en 21 na de kerst en beker na de kerst en playoff ja, na de kerst. Dat het wel gewoon, dat het gewoon niet in balans is, het schema. Maar de verdeling had misschien iets beter kunnen zijn natuurlijk. Dat is iets anders. Hè. Voor ons is toch, hoe moet ik zeggen, wat dan misschien voor ons lastig is, om die knop om te draaien van competitie naar beker. Die dat daar in één keer tussen komt. Maar ik denk dat dat allemaal een klein beetje had verdeeld geweest, dat dat iets beter had geweest. Hè. Ja. Voor de kerst speel je 1 keer per week en nu speel je 11 wedstrijden op 4 weken. Ja, ja, het is een behoorlijk verschil. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten, okay. Paul. Ik zou zeggen, sterkte met verwerken en op naar de volgende wedstrijd gewoon. Dan gaan we weer beter dinsdag. Ik denk dat het zo moet hieruit leren en... dat ik ook gezegd heb, vind dat dat belangrijk is. We hebben al heel goede dingen gedaan en dat doen we allemaal samen. En we hebben nu verloren en dat doen we ook allemaal samen. Ja, precies.